Ik ben Don en ik ben biobased ondernemer. Ik ben Maurits en ik ben schrijver. Yes. Jullie zijn vandaag Wings Happy Couple on Tour. Vandaag gaan we allereerst op bezoek naar het beroemdste happy couple ter wereld. Volg de navigatie in de auto naar Terschuur. Weet jij wat het is? Nee, wie dat zijn? Ik had thuis meer Barbies vroeger, nee. Ik had een jeep en een huis, dat vond ik het allerleukste eigenlijk. Oh ja, een heel Barbie huis, ja. Mogen we hierin? Dit is een leuke outfit. Dit zijn wel de meest fashionable meiden hier. Kijk, wat is hier? Ook een soort drag queen, toch? Ja. Die vooral. Via Grindr. Ja, is onze relatie ontstaan. Maar we kennen elkaar wel van gezicht, gewoon uit Amsterdam. Dus onze eerste date via Grindr was dan ook wel meer een echte date dat we Griekse eten hadden afgehaald. En in het park wijntjes zijn gaan drinken en gaan eten dus. En heel lang gekletst. Ik wilde heel graag patat eten, maar dat wilde Don niet. Dat wilde ik niet. Nu eten we best veel patat, maar toen wilde jij misschien overkomen als iemand die geen patat eet. Nee, dat vond ik een beetje karig voor de eerste date inderdaad. 8 september is het 4 jaar geleden. Precies 4 jaar geleden. Zijn jullie nog steeds zo'n happy couple als het hart tegen hart gaat? Volg de navigatie in de auto naar Utrecht. Competitie, dat vind ik leuk. Ja, dat vind jij leuk. Ja. Ga op zoek naar een reisverslag van 6 dagen en 35 jaar. Volg de navigatie naar Dominicanenkerkstraat 1. Dus we gaan je boek zoeken. Yes. Tussen alle oorlogsmeiden. Oké, nou, ik sta wel in de juiste hoek. In de juiste hoek. Oh, eerst het lastigste kunnen we beter doen. Dan is dat maar. Oh, misschien wel moeilijk. Ik weet het. Oh, oké, zo snel. Ik vind het lastig zijn gevoeligheid. Ik kan wel zeggen dat Maurits hoogsensitief is. En ik denk, hij is heel gevoelig voor bijvoorbeeld geluiden. Als hij in huis is, bijvoorbeeld van de buren. Of geuren. En die kunnen ook heel erg echt je emotie bepalen eigenlijk. En daar kan je ook gewoon een soort van negatief op reageren. En de grap is dus dat ik ook heel gevoelig ben en daar reageer ik ook weer op. Dus daardoor zijn we samen in niet zo'n goede stemming. Dat vind ik lastig. Yeah. Het leukste vind ik... Ik denk je humor. Maar het is echt goede humor. Ik kan echt om je lachen en met je lachen. Oi, oké. Ik denk dat ik het leukste vind... Don observeert heel goed en is heel rustig. Dus je hebt ook vaak op mij of op een gezelschap een soort kalmerende werking en een hele fijne energie. En ik ben dus heel gevoelig, dus heb ik dat nodig? Nee, maar ja, ik denk dat heel goed werkt. Ja, ik vind dat ook heel charmant. En het niet leuke... Ja, in die rust zit soms ook iets stoïcijns. Dat is misschien een beetje de overtreffende trap ervan. Je kan een moment hebben dat je moeilijk te lezen bent. Ja, dat vind ik dan lastiger. Ja, kan ik wel begrijpen. Ja, dat is niet zo'n heel erg slecht punt. Ik wil. Tijd voor illegale bootleggers achter gesloten deuren. Volg de navigatie naar Rechtstraat 55.
my night. I'm stepping out into the light. I've been down so long, ever since my baby's been gone. Hier kan jij wel echt het beste antwoord op geven. Ik wil heel graag in het buitenland wonen. Ja, ik zou het liefst in een Spaanstalig land wonen. Maar Spanje heb jij al een tijdje gewoond, dus daar gaat niet per se zijn voorkeur naar uit. Dus dan is het Zuid-Amerika. Ja. En ook voor mij, omdat ik net bezig ben met het opzetten van mijn bedrijf, heb ik nu eigenlijk besloten om de aankomende jaren in ieder geval hier te blijven. En dan over een paar jaar kijk ik wel verder en ook hoe jij er dan tegenaan kijkt natuurlijk. Ik denk dat het leven wel vaak iets meer draait om het genieten van het leven. En dat mis ik wel heel erg in Nederland. Dus voor mij is dat ongeveer de belangrijkste reden om te emigreren. In ieder geval voor een paar jaar in een ander land te wonen. Ja. Dag allemaal.